Theo Bos, 47 jaar, trainer van FC Dordrecht. Hij overleed vannacht, Jan Dirk. Ja, vandaag zouden Ad Heijsman, de voorzitter van Dordrecht, en Marco Bogus, technisch manager, bij hem langs gaan om afscheid te nemen. Zover is het niet gekomen. Bos heeft de strijd tegen zijn ziekte helaas verloren. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, fijn dat jij bent. Geldt ook voor de gasten van vanavond, Jan Dirk Stouten en Pierre van Hooijdonk. Voormalige spits van Feyenoord Oranje, maar ook van Vitesse, waar jij Theo Bos als speler net miste. Ja, klopt. Ik heb wel tegen Theo gespeeld toen ik bij NAC voetbalde. Maar toen ik naar Vitesse ging, toen was Theo net gestopt. Je kon geloof ik ook beter met hem spelen dan tegen, hè? Ja, Theo was voorstopper, ik spits, dus we hebben elkaar wel eens ontmoet. En ja, dat waren meestal niet de meest prettige duels. Want Theo, die zei niet zoveel, maar die was wel bikkelhard. En ja, eigenlijk, op het moment dat ik naar Vitesse ging, ben ik hem daarna beter leren kennen. En, hij kwam bij elke thuiswedstrijd, stond hij ook in spelersom. En ja, het was altijd wel een prettig contact. En dan kom je erachter dat achter de harde voetballer eigenlijk een mooi mens geldt. Heb jij ook gemerkt toen jij zo vlak voor kerst bij hem lang aan de keukentafel hebt gezeten? Ja, het was het meest bijzondere interview uit mijn leven. Maar het voelde niet als een interview, maar als gewoon een gesprek tussen Theo en Jan Dirk over zijn leven, over zijn jeugd, waarin hij een soort van wilskracht ontwikkelde om als mens, door het vroege overlijden van zijn ouders, de top te bereiken. Aan die topsportmentaliteit heeft hij veel gehad in het laatste dikke jaar van zijn leven toen die ziekte bij hem werd geconstateerd. Het was een mooi open gesprek. Hij zette zich in voor de kankerbespreiding, heeft veel aan FC Dordrecht gehad, waar hij echt tot een paar weken geleden nog actief is geweest. Ja, een bijzondere man, ik kan niet anders zeggen. Dat is een cliché over mensen die dood zijn. Maar in dit geval was de wijze waarop hij erover sprak echt bewonderenswaardig. Grote verslagenheid aan de Kromme Dijk in Dordrecht. En we zijn erheen gegaan. Bij FC Dordrecht heerst deze ochtend vooral verslagenheid. Gisteravond om 10:30 overleed trainer Theo Bos. Iedereen wist dat het eraan zat te komen, maar de schok is er niet minder om. Ja, zeker. Maar vanaf woensdag is het gewoon zijn situatie verslechterd. En toen had ik ook geen contact meer met hem, alleen via Marieke, zijn vrouw. En toen wisten we allemaal dat het aflopend was. En eigenlijk vandaag had ik om 11:30 afscheid willen nemen met hem. Alleen dat is... dat heeft hij niet gehaald. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal niet geslapen. Ik heb wel mijn ogen dicht gedaan, maar je denkt gewoon aan Theo. En hij was echt een toptrainer, vind ik. Niet omdat hij nu is overleden, maar heb ik altijd gevonden. Toen hij net trainer was, zat ik zelf in een mindere periode. We hebben heel vaak samen gesproken van hoe kan je eruit komen. En ik moet zeggen dat heeft me wel geholpen tot waar ik nu ben. En hij is gewoon een eerlijke trainer, een fantastisch mens eigenlijk. Bij FC Dordrecht leerde Amavoor zijn trainer beter kennen dan hij vooraf had kunnen denken. Ik had wel, denk ik, wel ook een extra band, want mijn moeder was zelf ook ziek geweest. Had ook kanker. Hetzelfde moment eigenlijk, dezelfde leeftijd. Dus ze kwamen elkaar een paar keer tegen hier in Rotterdam in het ziekenhuis. En, heeft hij met haar een paar keer gesproken. En dat deed me wel wat, zeg maar. En toen ik dat ook nog van mijn moeder hoorde, toen dan was je gewoon in tranen uit en dan denk je dat leven nutteloos is eigenlijk. Amavoors moeder is nu gelukkig goed op weg met haar herstel. Maar voor Bos bleek de strijd tegen kanker niet te winnen. Hij stond bekend als Mr. Vitesse. Hij speelde 369 wedstrijden voor de club en was er jeugdtrainer, assistent en hoofdtrainer. Het nieuws van zijn overlijden slaat dan ook in als een bom in Arnhem. Er gaat een boegbeeld verloren. De grootste man die ooit bij Vitesse heeft gespeeld. Geliefd is bij iedereen. Ja. Ik denk dat we hem gewoon allemaal heel erg gaan missen. En dat het raar zal zijn om hem niet meer te zien lopen. Eind 2011 werd bij Bos alvleesklierkanker vastgesteld. Het bleek onmogelijk om zijn werkzaamheden als hoofdtrainer van FC Dordrecht fulltime te blijven uitvoeren. Maar op de achtergrond bleef hij actief voor de club
En bij wedstrijden zat hij er altijd. Voor technisch directeur Marco Bogers is het verdriet groot. Hij stelde een trainer aan, maar raakt nu een vriend kwijt. Ja, kijk, het eerste half jaar was natuurlijk trainen. Maar toen hebben we ook heel gewoon zo fijn samengewerkt. En iedere dag een uurtje kopje thee drinken, wedstrijden bezoeken. We waren dag en nacht samen. Zijn vrouw zei wel eens van, kan jij die telefoonrekening niet gaan betalen? Want die reizen de pan uit. En daarna is hij ziek geworden. Ja, toen heb ik hem als mens leren kennen. En ja, ik voelde me zo betrokken en, met hem. En we gingen samen gewoon overal naartoe. Toen hij dat het vak kreeg van Vitesse met zijn naam, ben ik mee geweest. Eerst van tevoren wezen eten. Hij betrok me ook bij zijn privé en gelegenheden. En ik bij mij. En ja, wat ik zeg, ik ga een vriend missen die voor mij heel bijzonder is. En dat heel veel pijn doet op dit moment. Vanavond is het supportershome van Dordrecht open om de coach te herdenken. Theo Bos was 47 jaar. Ja, Pierre, ben je ineens stil, hè? Ja, ik denk dat de stilte wel gepast is. Nou, speelt Dordrecht niet vanavond. Het enige wat ik daar nog van heb, is dat lijkt me niet helemaal in de geest van Theo Bos. Ja, maar als spelers die keuze maken onderling, zeggen we zijn zo aangeslagen, zo verdrietig door het noodlot, door het overlijden van onze trainer. Als die die keuze maken en de KNVB respecteert dat, gelukkig maar, dan vind ik die keuze wel logisch. Dat hele gesprek met Theo Bos dat Jan Dirk met hem voerde zo vlak voor kerst staat nog op Rijnmond.nl. Dat kan ik je van harte aanbevelen. Het voetballen dan. Pierre, zondag NEC Feyenoord. Maar eerst nog even terug naar afgelopen zondag. PSV verloor niet alleen 3 punten in de Kuip, maar moet ook een enorme tik hebben gekregen. Ja, PSV dacht na de wedstrijd tegen FC Utrecht van de week daarvoor, waarin ze sterk terugkwamen. Dat men richting kampioenschap zou gaan varen en daarbij Feyenoord door middel van een winstpartij eigenlijk zou elimineren in strijd om de titel. En ja, dat liep allemaal anders. Lens kwijt en dan zegt Van Hanegem in het AD, mentaal totaal zwalkend deze ploeg. Ja, zo sterk zou ik niet uit willen drukken, maar ik vind het wel eigenlijk een beetje des PSV's dat men op het moment dat men tegen Feyenoord moet spelen, in de grote Kuip, dat eigenlijk de meeste spelers weer niet thuis geven. En dat hebben we nu al een paar jaar achter elkaar gezien. En dat is wel een reden, of dat is wel iets waar je over na moet gaan denken. En dat het dan escaleert na afloop van de wedstrijd. Ja, daar heb je wel een beetje, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, geloof ik, maar je stond wel een beetje te genieten, hè? Nou ja, ik stond te genieten in die zin dat ik dat ook, en dan kijk ik meer uit de ogen van de Feyenoorder, dat Feyenoord daar wel als team stond. Feyenoord stond er tijdens de wedstrijd als team en na afloop ook. En het is allemaal niet goed te praten, maar ik kijk dan even naar de groepsprocessen. Nou, dan moet je wel tot de constatering komen dat het bij Feyenoord wel goed zit. Ja, dat zie je ook als ze de winnende maken. Heel de bank springt dan op met Kostas Lamproe, die altijd fanatiek is. Maar dat is wel aan de hand nu in de Kuip. Het is ook een wankel evenwicht, want bij een nederlaag zondag is misschien alles weer anders. Maar spelers komen echt voor elkaar op. Ik praat vandaag met Goossens. Die zegt gewoon in alle redelijkheid, ja, een plek op de bank is nu het maximaal haalbare voor mij. En als reservespelers tevreden gaan zijn, ja, kun je soms zeggen dat is niet goed. Maar het straalt wel eensgezindheid uit op het moment. Nee. Het is wel de zo dat je eigenlijk is de selectie van Feyenoord veel kleiner dan dat die qua aantal personen lijkt. Mm-hmm. Een aantal wissels die staan eigenlijk vast. Hè. Kom je voor, ja. Dan is het wat anders. Maar sta je achter, dan heb je ook dezelfde personen, mm-hmm, die in het veld komen. En trouwens, als je voor staat ook, hè, als je de wedstrijd uit wil spelen, dan zie je daar ook een bepaalde. Doe je geen enkele reserve speler, zit dicht tegen een baas, maar gaat Klaas niet uitspelen of zo? Nee. Het staat ook vast, dat geeft ook een soort van zekerheid. En die wissels die zie je ook vaak, hè. Op het moment dat Feyenoord voor staat, dan zie je vaak dat je ziet Immers vaak aan de kant komen, waardoor Vilena op 10 gaat spelen, Vormer erin komt. Mm-hmm. Nou, zo heb je nog een paar wissels voorin ook. Ja, hij gebruikt uiteindelijk niet zo heel veel spelers. Mm-hmm.
Even naar de toekomst gekeken. Voor zondag, de nabije toekomst. Geen Bruno Martins Indy, maar die zit wel weer heel dichtbij een terugkeer. Ja, die blessure viel mee, maar zondag haalt hij niet. Dan is de oplossing is logisch, hè? Gewoon Nelon Willingsbeck, die het goed deed als invaller. En wel Stefan de Vrij. Wel Stefan de Vrij, miste gisteren een training, maar is erbij. En ook Ruben Schaken. Ruben Schaken, volledig fit, was belangrijk tegen PSV met die goal. En die kan weer het verschil maken zondag. Vrije trappen, Pierre. En corners. Daar is heel veel over gezegd als Feyenoord ze tegenkrijgt. Maar nog relatief weinig als Feyenoord ze meekrijgt. En afgelopen zondag hebben we samen zitten kijken. Eerste twee vrije trappen. Eén van Klaasie, één van Viljena. 30 centimeter van de grond, zacht in de muur. Ja, ja. Het is wel een gegeven dat Feyenoord daar op dit moment niet echt de specialist voor heeft. Maar wat denk jij dan als je dat ziet? Moet je dat dan maar accepteren? Of moet je na elke training 300 keer op die kool gaan schieten? Ja, maar dat denk ik dat je aan een paar spelers over moet laten die ook wel een goede traptechniek hebben. En die lopen er wel bij Feyenoord. Alleen, ja. En wie zijn dat dan? Nou ja, ik vind Vormer vind ik daar wel. Maar die speelt niet zoveel. Heeft Klaas een goede traptechniek? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, als jij... Dat is een kwestie van bij gaan schaven. Gewoon uren. Nou ja, bij gaan schaven. En het meetpunt blijft altijd de wedstrijd. Mm-hmm. Nee, je kan, want Klaasie wordt ook bij die vrije trappen weggezet. Niet omdat hij heel aardig is. Dat Koeman die constateert dat ook tijdens trainingen. En die zegt dan ook van, nou ja, ik zie bij jou, je schiet er regelmatig op trainingen eentje in. Nee, als we gaan oefenen, ben je daar succesvol in? Nou, ik zet jou op de lijst, je bent nummer 1. Maar ja, je blijft alleen nummer 1 als je in die wedstrijd die bal ook binnen zit. Aan de wereld waarin jij deel van uitmaakt, heb jij. Ik heb het daar vandaag met Koeman uitgebreid over, hè. Koeman zegt, we gaan die spelers niet de verplichting opleggen om urenlang te schaven aan die techniek. Terwijl ik denk, een tennisser gaat beter serveren als je door de week op maandagmiddag 1000 keer serveert. Jij nam betere vrije trappen, omdat je ze vaak bleef oefenen. Koeman zelf schoot er een op Wembley binnen, omdat hij urenlang geïnvesteerd had. Waarom legt een club dat spelers nou niet simpelweg op? Ik snap het niet. Ja. Jij ook niet, hè? Nee, ik ook niet. Nee. Want ik vind het wel gewoon een wezenlijk onderdeel. En toch zeker in deze tijd. Kijk alleen al naar de tegengoals die Feyenoord heeft gekregen. Dat met name hè, de trap. Ja, dat is het belangrijkste. En als je dan, als een wedstrijd op slot zit, als je dan een vrije trap krijgt en ja, je verhoogt daarmee door het trainingsuren in te stoppen, de kans op succes. Ja, dan, door de WK's mee beslist. Ja, en het is leuk. Kijk, als jij je verdediger moet gaan oefenen op slijdings, ik noem maar even wat. Ja, dat is voor een voetballer niet zo leuk. Want wij willen altijd scoren. En ook de backs, die willen ook eigenlijk scoren. Ondanks het feit dat het niet echt iets specifieks is voor een back. Maar ja, als je vrije trappen mag trappen, dat is heerlijk. Weet je, keeper, muur. Nou, en gaan we oefenen. Ja, sommige jongens doen het wel, maar het is een lang niet genoeg. Nee, maar je kan er een wedstrijdje van maken, omdat je een tegenspeler hebt met de keeper. Even een heel ander punt, jongens. Opel, nieuwe hoofdsponsor Feyenoord. Ja, maandag een persconferentie in Feyenoord, even na 4 uur bekendgemaakt. Wij denken dat het gaat om een contract voor 4 of 5 jaar. We dachten eerst even een contract voor 1 jaar en dan wachten op het openstellen van die gokmarkt, tot grote Europese gokbedrijven ook de Nederlandse markt willen veroveren. Maar ja, ik heb weer met een aantal mensen gebeld die deskundig zijn in die wereld, sportmarketingdeskundigen. En die zeggen allemaal, ja, dat besluit laat maar op zich wachten. Het is zeer onzeker of die markt überhaupt in 2014 of 2015 open gaat. Dus Feyenoord gaat nu voor de relatieve zekerheid van een meerjarig contract met Opel. Die gokmarkt is er al open. Ja, jij zit er gok op. Real Madrid, Valladolid. Nee, maar ja, de verhalen over... Maar matchfixing, ja. Spelers onderling, maar nu nog legaal, zeg maar. Ja. Bij Sparta. Dan om maar naar het volgende onderwerp te gaan. Kan Michel Vonk bijtekenen? Vind je dat logisch? Ja, dat heeft wel zeer te maken met het resultaat dat deze competitie geboekt gaat worden. Enerzijds moet je nu een besluit nemen. Je kunt nu ook niet maandenlang wachten. Maar ze hebben zelf gezegd, we moeten promoveren. En ze staan bovenaan, gelukkig wel. Maar het gat is niet groot. En als ze het niet halen? Dan hebben ze het niet goed gedaan, maar ook hebben ze gefaald. Hoewel ze daar bij Sparta toch net 1 tintje genuanceerder over denken. Heel simpel, als wij aankomende 9 wedstrijden winnen en eentje niet, worden we misschien geen kampioen. Maar dan hebben we 6 nederlagen gehad en hebben we geweldig veel, hebben we misschien wel 22 overwinningen gehaald. Heb je dan gefaald? Misschien is een ander wel op dat moment beter. Misschien hebben we morgen wel een van onze sleutelfiguren die zijn been breekt. En dan, als je dat niet haalt, natuurlijk streven we ernaar. Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Maar dat is met die lijn die je hebt. Ik denk dat je 80% aan de buitenkant kunt regelen.
Maar die laatste 20% die kun je nooit sturen. Dat is echt, dat heeft met sport te maken. De bal binnenkant paal, erin of uit, scheidsrechter beslissingen, een tegenstander die een opvlieging heeft. Dat zijn heel veel zaken die je niet onder controle hebt. Kijk, wat we wel hebben onder controle is dat we hier zeggen tegen de wedstrijd Den Bosch, daarin hebben we met z'n allen gefaald, hebben we niet goed gedaan, dat mag niet. Maar op het moment als je dadelijk alles goed doet, dan zijn we ontzettend teleurgesteld. Dan zijn we ontzettend, balen we met z'n allen dat we het niet hebben gehaald. Maar op het moment als we 9 wedstrijden nu op rij winnen, dan vind ik niet dat we gefaald hebben. Het staat tegenover als we 9 wedstrijden op rij verliezen, dan hebben we gefaald. Jij hebt in kampioensploegen gespeeld, Pierre. Wat denk jij nou als je dit hoort? Nou ja, dat clubs zich toch niet vaak wil laten ophangen aan de doelstelling die ze eerder in het seizoen hebben afgegeven. Ja, zelf hebben ze het geroepen, hè? We moeten promoveren. Ja. En nu zeggen ze toch, maar hier zitten spelers ook naar te kijken. Denk ja, nou ja, als we nou maar een beetje in de buurt zitten, ook al goed gedaan. Ja, nou ja, ik denk dat je als speler, als je bij Sparta speelt, in die top van de eerste divisie, dan denk ik dat je zelf heel snel uit de eerste divisie weg wilt. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, Jan Dirk, je moet eens dat gesprek voeren en een beslissing nemen over die contractverlenging. Het is na die duiventil van de afgelopen jaren wel een teken van stabiliteit. Ja. Vonk kan, of is dadelijk, als hij nog een jaar blijft, de langzittende trainer sinds Barry Hughes, gaan we ze ook nog in een reportage zien. En dat is wel goed dat je inderdaad rust gaat hebben. Maar ik vind echt, als je dat besluit dan met z'n elkaar neemt, we gaan met z'n allen achter een bepaald proces staan, we gaan met z'n allen dat ene doel realiseren kampioen, dan moet je ook wel daarop afgerekend durven worden. Als je dit hoort, dan ja. Maar ze zijn nog koploper, laat het ook positief. Dan gaat Vonk toch verlengen. Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt me een situatie klontje. Ja. Nou, dat geeft wel rust. Ja, nou, dat is in elk geval helder wat dat betreft. Nou deed Sparta op weg naar het kampioenschap hele slechte zaken afgelopen maandag. Thuis tegen Den Bosch werd het 5-1 verlies. En we zijn gaan kijken bij Sparta en deden de eerste constatering dat er in elk geval nog wel gelachen wordt. Zo op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand bij Sparta. Alsof er deze week niet met 5-1 thuis werd verloren van FC Den Bosch. Een blamage tegen de nummer 11 van de competitie, die zeker wel te verklaren is. De wisselvalligheid, en dat zie je met name op het moment dat wij heel gesloten, heel gegroepeerd voetballen, dat we dan uitstekend kunnen spelen. Nou, je ziet als dat losgelaten wordt, dat het dan inderdaad, moet zeggen dat je dan inderdaad heel matig presteert. Nou, en dat vraagt wat om continu voor het elftal een bepaalde discipline neer te leggen. Nou, ik denk niet dat het echt discipline is. Ik denk dat we gewoon in de wedstrijd het gevoel hebben van, hey, dit gaat wel heel lekker en het gaat gemakkelijk. Ja, een mens is een mens en op het moment dat je het makkelijk hebt, dan hoef je niet zozeer jezelf te pushen. Dus ik denk dat dat de reden was. Ik zeg je eerlijk, ik schaamde mij ook echt na de wedstrijd. Thuis zo te verliezen met 5 tegendoepen, dat had ik ook nog nooit in mijn carrière. En het spijt me eigenlijk ook voor de club en voor de mensen die elke week bij ons komen kijken en ons supporten. En, ja, dat mag zo niet meer gebeuren en ik beloof dat het zo ook niet meer gaat gebeuren. Sparta is een ploeg die zich moeilijk kan terugvechten in een wedstrijd. 7 keer kwamen Vonk en zijn mannen op achterstand in de competitie. Geen één keer werd er daarvan gewonnen. Sterker nog, van die 7 keer werd er maar 2 keer gelijk gespeeld. Misschien is het zo dat we op dit moment een mentale tegenslag niet kunnen verwerken. Maar wij proberen die achterstand in de training te simuleren. En kijken hoe we dan weer een doelpunt kunnen scoren. Als wij inderdaad moeten gaan forceren de wedstrijd, ja, dat het heel moeilijk is als wij een achterstand moeten ombuigen, omdat we dan toch vaak te veel risico's nemen, het veld gewoon heel lang wordt. Ja, en daar hebben we de type spelers wat minder voor. Het contract met Michel Vonk loopt na dit seizoen af en de intentie van Sparta is duidelijk. Wij willen verder met Michel Vonk, ja. Ongeacht promotie. En zo is de kans groot dat Michel Vonk de langzittende trainer van Sparta wordt sinds Barry Hughes begin jaren 80 3 jaar lang de baas was op het kasteel. Iets waar de 29 voorgangers van Vonk niet in slaagden. En dat waren de laatste jaren een zwakke punt van Sparta. Ja. Dat het als het één keer maar misgaat of een periode niet goed gaat, dat het erin en gelijk gewisseld wordt. En ik denk dat het dan ook een makkelijk excuus is voor de spelers. Dus ik hoop natuurlijk dat hij hier gaat verlengen en blijven. Ja, het is goed om te horen, maar ik ben op dit moment alleen maar bezig met de Graafschap. Dus daar is mijn focus voor nu helemaal op. Dus,
Ja, die laatste woorden van Michel Vonk maakten onderdeel uit van een groter gesprek. Dat Frank Stouten, onze collega, die met hem deed. Had hij in dat gesprek. In alle redelijkheid stelde hij hem een vraag. Niet. En totaal verkrampt, Michel Vonk. Ja, dat is wel vaker. Hè. Kijk, ik moet vaak denken aan het incident bij Excelsior Sparta. Toen Deekman overduidelijk een overtreding maakte. Vonk en Vloed trokken zich terug naar een wedstrijd. Heel Nederland kan zien, daar maken ze een overtreding. En Vonk zegt, hij probeerde overheen te stappen. Alsof het publiek zich in de maling laat nemen. Geef nou gewoon een antwoord voor zover dat gaat. Ken jij je kan hem? Ook nog dingen niet zeggen. Ken jij hem? Michel Vonk? Ja? Niet als... Die zit wel eens hier, hè? Aardig, ja. Relaxed, zeer intelligente man. Presteert met die ploeg. Hoe kan het dan zijn dat je in het oog van zo'n camera zo kan verstarren? Nou, misschien omdat je bang bent dat je dingen zegt waar je later op gepakt wordt. Dat zie je vaker. Dat is angst dus eigenlijk, angst. Dat zeg je eigenlijk. Ja, angst is heel sterk uitgedrukt, maar voorzichtig. Vanavond Sparta de Graafschap. Als de Graafschap zou winnen van Sparta, staan ze nog maar 3 punten achter. Hè? Ja, het worden sowieso de weken van de waarheid. Hè? Het lijkt wel of we over de vorige competitie praten, omdat het ook heel spannend was. Maar volgende week Top Os, dan MVV thuis, de absolute topwedstrijd. Ja, het zijn de weken van de waarheid. Wil je promoveren, direct promoveren moet ik zeggen, moet je vanavond ook van de Graafschap winnen. Pierre zegt net, lijkt wel of het steeds moeilijker wordt voor clubs om uit te spreken van we willen wel kampioen worden. Daar heb jij met Koeman ook over gesproken. Ja, want ik zeg al een aantal weken op deze plek en ook op Twitter zie je mooie discussies daarover. Niemand kan mij uitleggen waarom Feyenoord geen kampioen kan worden. Want dan zeggen ze, ja, jonge ploeg, onervaren. Maar PSV verspeelt punten. Twente is instabiel, daar is heel veel aan de hand. Ajax verspeelt punten. Vitesse niet stabiel, is een duiventil geworden waar heel veel aan de hand is. Waarom kan Feyenoord geen kampioen worden? Ook Koeman vond ik dat hij geen echte argumenten daarvoor had. Jij nog, Pierre? Argumenten? Nee. Ik vind ook, en dat heb ik afgelopen zondag ook tegen jou verteld, dat je, dat je ook uit moet durven spreken en de druk... En waar je het dan allemaal over hebt, weg moet durven leggen bij je spelersgroep. Kijk, deze spelersgroep ontbeert één ding. En dat zijn spelers, of er is een speler al, eentje is er al niet, die weet wat het is om te moeten winnen. Nou, ga ze allemaal maar na. Spelers komen allemaal van clubs waar winnen heel erg leuk was en verliezen jammer. Nou, nou heeft Feyenoord in zijn staf toevallig met Koeman, Van Bronckhorst en Van Gastel 3 gasten die weten wat moeten winnen is en wat het inhoudt. Nou, en dat hoort ook bij Feyenoord. En dat hoorde de afgelopen jaren niet bij Feyenoord. Alleen, dat was een positie die je hebt gekregen eigenlijk omdat het gewoon heel erg matig is geweest. Maar nu je gewoon weer bovenaan meedoet, moet je zo snel mogelijk van die underdog-positie, als het terecht is, en dat is het nu, afscheid nemen en is voor niet, durven gaan. En is niet juist de winst dat die spelers van Feyenoord daar helemaal niet zo mee bezig zijn? Nee, maar ik vind dat zou een heel vreemd iets zijn. Want als jij bij Feyenoord tekent, dan teken je daar, omdat je normaal gesproken... om de prijzen meedoet. En dat brengt deze druk met zich mee. Maar ja, dat is waarom dat je bij grote clubs wilt voetballen. Ik moet vaak aan Guidetti denken de laatste weken. Ja. Die mis je voetballend niet, maar die zei terwijl heel die stad aan het feesten was. En wij van Rijnmond deden mee. Want een tweede plek was echt fantastisch. Ja. Als je zevende, vierde, tiende bent geworden, is een tweede plek echt fantastisch. Maar die zei ook, we hebben een kans gemist om historie te schrijven. En die woorden, die moeten die gasten echt in de oren stoppen en gewoon doen. Wat goed is. Ja, ik vond dat zelf ook overdreven. Ik bedoel, maar dan... Je hebt gelijk, maar het gaat wel om de houding, Pierre. Die vond ik niet overdreven, want Guidetti... Die heeft Feyenoord weer het leren moeten winnen. Ja. Laat ik het zo even zeggen. Maar dat feest vond ik overdreven. Ja. Ik vond het bijna... Ja, het was een hele mooie prestatie, maar ik vond het... Ja, nou, zielig niet, maar... Het bevestig je underdog gevoel. Ja, het was een beetje zo van, nou, we komen ineens eens een keer op tweede plaats. Mm-hmm. En ja, dat past in mijn optiek niet bij Feyenoord. Wel waar het vandaan kwam, hè, dat hele proces begreep ik wel. Maar ja, liever gewoon boos zijn dat je tweede wordt. Met die woorden besluiten we het. Pierre, bedankt dat je er was. 12 mei is de laatste competitiedag.
Tegen NAC, is leuk. Als je er geen genoeg van kan krijgen. Vanavond zijn we op de radio vanaf 7 uur. Dan hebben we Sparta thuis tegen de Graafschap. En Excelsior begint dan aan die laatste vierde periode bij Helmond Sport. Zondag NEC Feyenoord. Die wedstrijd gaan wij nabespreken in FC Rijnmond. Zondagavond vanaf 8:15. En dan is onze gast John de Wolf. Voor nu, dankjewel dat je er was. Dag.